Hallo, hallo! En daar zijn we weer met een nieuw filmpje. Vandaag ben ik met... Gianni, AJ, Mia en juffrouw Vera. En vandaag staat er weer een spelletje op het programma. En vandaag zit het spelletje achter in je werkboek van rekenen. Het is de laatste bladzijde. Daar staat boven speelwerk. Die heb je nodig. Die hebben ze al voor hun liggen. En je hebt dit blad nodig met alle cijfers erop. Wij hebben de cijfers alvast uitgeknipt, hè Mia? En we hebben het op een gekleurd papiertje geplakt, zodat je er niet doorheen kan kijken, want anders kan je een beetje vals spelen. Dat kan je thuis natuurlijk ook doen. Wat is het spelletje wat wij vandaag gaan doen? We gaan vandaag bezig met de verliefde harten. Weet je, wat is verliefde harten? Sommen tot en met 10. Ja, eigenlijk moet het samen 10 worden, hè? Dat zijn de verliefde harten. Ja. We hebben alle kaartjes al uitgeknipt. En iedereen krijgt 8 kaartjes. Jullie spelen samen het spel. Juffrouw Vera, hoeveel kaartjes hebt u? Ik heb er 8, denk ik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Meer jij ook, hè? Ja, denk ik. Ja. En jullie hebben ook 8 kaartjes. Ja. Alle kaartjes die je overhoudt, leg je op de kop op het bord. En dan kan je eigenlijk al beginnen met het spelletje. De eerste gaat beginnen en die draait 1 kaartje om van het bord. Bijvoorbeeld, AJ begint. En welk cijfer is het, AJ? 5. Het is de 5. AJ moet nu kijken. Welk cijfer hoort er bij 5 van verliefde harten? 5. 5 en 5 is samen 10. Dus AJ moet kijken, heb je 5 in je hand? Helaas, AJ heeft geen 5, dus hij moet het kaartje op het bord moet hij weer omdraaien. Gianni, nu mag jij er eentje omdraaien. Het is 8. De 8. 8. Wat hoort er bij 8? 2. De 2 hoort bij 8, want dat is samen 10. Dus dan leg je die 8. Leg je zo omgedraaid. Heeft Gianni een 2? Ook al niet. Ah, dan moet je hem weer omdraaien. Eentje, dan ben jij weer. Eerst eentje omdraaien. Nul. Wat hoort er bij 0? 10. Bij 0 hoort er 10. Even kijken of AJ een 10 heeft. Ik zag hem net nog. 10. Oh. Ja. AJ heeft een 10. 0 en 10 is samen 10. Dan leg je die opzij. En dan mag je een kaartje van je hand weer op het bord leggen. Even denken, dan doe je. En de wedstrijd is, wie als eerste helemaal geen kaartjes meer in zijn hand heeft, die is de winnaar. Snappen jullie het? Ja. Ja? Ja? Gaan jullie het goed spelen? Ja. Kunnen jullie het heel goed voordoen? Ja. Daar komt ie. Jullie mogen beginnen. Oké. Okay. Nou. Ga jij eerst, Mia? Ja. 10 en? 0. Oh, goed. Ja, dan kan je hem al pakken. En dan mag je de... Ja, jij hebt je nu eentje leeg. Dan leg je hem weer terug. Oh, nee, nou, dan mag ik. Ik heb 1, 9, en yes, nou, er hoort 1 bij. Nog 1. Ik heb een 9. Wat heb je, AJ? 0 en 10 alweer. Oh, had je hem 2 keer? Oké, okay, je moet eerst nu omdraaien. Nou, dat heb je niet vergeten. Gelukkig. Oh, yes. Wat denk je? Dit ben jij. Je hebt 5. Het geen omgedraaid. Jawel. Ah, niet spieken. Je hebt 1 punt. 1 punt. Ik heb ook geen 5. 8. Oh, yes. Deze ken ik. Ik heb er nog maar 4. En 8. Okay. Maar die hebben allemaal lege plekjes. En ik heb hier ook geen 8. Wat moest je ook weer doen als je de tweede cel bij elkaar had? Dan mocht je de 1 van je hand. Oh ja. Daar neerleggen, toch? Nee. Ja. Oeh, eentje heeft er nog maar 1. Ik ook. Ja. Ja, die moet daar. Oh ja, oh, moet ik daar? Oh ja, dus ik moet draaien, want jij bent net... De winnaar finish. Is meteen. Er is iemand een winnaar? Ja, ik heb gewoon de oude kaartjes nog en zij heeft niks. Jongens, want de meiden die zijn al klaar. Die ook niet. Nee, jawel, die had... Ja. Die had nee, maar, oh ja. Kaart. Wie is aan de beurt, jongens? Ik. Nou, draai er één op. Nee, ik heb het 4 kaart. 6 plus 4 is gewonnen. Hé, nu hebben er 2 kinderen hun handen leeg.
AJ heeft gewonnen van Gianni. En Mia heeft gewonnen van de juf. Applaus. Goede winnaar. Dit is het spelletje van vandaag. We hopen natuurlijk dat jullie het ook thuis heel leuk gaan spelen. Wat vonden jullie ervan? Leuk. Ja? Toppie. Nou, tot de volgende keer. Misschien wel weer met Gianni, AJ en Mia. Doei. Doei.